Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Harry Potter Generations. De race tussen mij en Rusty. Ja. De derde aflevering alweer en we zijn nog steeds bij Harry Potter 1, maar ja, dat zal ook nog wel even zo blijven. Ja, maar dat geeft ook helemaal niks, want we doen het geconcentreerd en goed. Precies. En we zijn pas bij de eerste les, dus... Ja, we hebben nog wel even te gaan, zeg maar. Ja, we zeggen, want we moeten ook nog zo meteen tegen die troll vechten. Troll in the dungeon. Ja, gewoon de enge troll in de dungeon. Ja, and we don't like enge trollen. Ah, hier moest ik dus zijn. Ik heb de... Ja, die zit in een van die kisten die hier zitten. Oh ja, ik wil zeggen, ik had het over die imps. Oh kom hier, ja. Kom. Ik wil zeggen, ze letterlijk naast me, kan ik gewoon niet raken. Harry, leem me. Nou ja, in deel 7 en 8 kan jij mooi gaan aimen, ja? Heb je die ooit gespeeld? Ja, die heb ik ooit gespeeld. Dat is één groot schietfestijn. Ja. Ik heb die nooit echt uitgespeeld of volledig gespeeld, zeg maar. Ja, ik heb hem wel uitgespeeld, maar het is één grote shooting simulator. Zeg, als je dit gewend bent, zeg maar deze, en dan gaat het dan daarin, dan heb je echt zoiets van, waar ben ik aan begonnen? Ja. Oké, nou die andere nog. Waar zit jij? Ja, heb je gezien? Hier komen. Imp, kom. Waar is hij? Hij was hier. Waar is... Ik heb hem geraakt. Ik heb hem gevind. Goed zo. Ik ben naar boven aan het klimmen. Oh, dan ben je bijna bij het boekje, joh. Zeker. Oh, maar eerst gaan we weer tegen gore impen vechten. Een ketelkoek. Ben jij nou bukken, ja? Ja, omdat ik op het verkeerde knopje druk. Ah, ja, nee, kan het uit, hè? Schibbelibap. Zo. Harry, ik wist niet dat jij zo goed kon aimen, dat jij gewoon effect kan schieten. Schoot gewoon met een bordje. Waarom kan ik hem dan niet op... Waarom staat er dan niet dat ik hem kan oppakken? Ja, hij moet eerst goed knock-out liggen. Ja, maar kijk, hè. Wacht. Eerst hem kapot, maar... Oh, dat ging niet goed. Eerst moet ik... Ja. Hier, kijk. Ja. Leg hem maar... Dank je. Ja, ik wil zeggen, ik ga dan ook naartoe, dus... Hey Harry, wil jij ruilen? Hé, Milan, wil jij ruilen? Nee. Oh. Oh, je kan er wel op staan. Oké. Okay. Ja, alleen je hebt er daar niet zo heel veel aan. Nee, ik dacht dat je hier misschien op die boekenkasten kon, maar dat kan niet. Zit er hier toch uitdagingsschild. Hé, een uitdaging! Zie! Zo, en daar ging de trap. Oppakken. En. Oh. Oh joh, hij is jackass geworden hier. Ja. Ik vind het alleen wel mooi. Je raakt ze en vervolgens vliegen ze jouw kant op. Ja, heel bijzonder. Ja, de physics van toen, hè. Wauw. Dus ja, de physics van toen waren echt top. Misschien kan die me helpen om hier weg te komen. Harry, raak die imp gewoon, joh. Ketelkoek. Ketelkoek. Oh, als je die ketel van die koek... Oh, ik viel in een gat. Oh, lekker bezig. Ja, ik had weer camera struggles. Ah. Ik weet niet of je dat kent? Een uitdagingsschild. Ja, het klinkt bekend. Het komt bekend voor. En ik heb ook lumels. Ik woon bij de Cool Boys. Oh, is dat zo? Dat denk ik. Oké. Even kijken, we schuiven deze eens even in het gat. Ho! Ho, ja, ho, ja, hoi, hoppatee. Wacht, volgens mij ben ik verkeerd gelopen. Nice. Oh, weer een kaart. He do be loping verkeerd. Ja, ik heb wel een kaart gevonden.
Maar nu is de vraag, heb ik deze kaart al? Dus ik krijg dan best vroeg dubbele. Oh, krijg ik nu niet echt kut enemies? Ja, hoe was dat ook alweer? Ja, dat is de grote vraag, hè. Hoe werken die enemies? Harry, loop niet er gewoon uit! En zo. Wat kut enemies. Nou, laat me met rust. Oh. Geef me de ruimte dan. Nou, ik word hier zo hard in mijn kontje gebonkt. Is het zo erg, ja? Ja. Lumos! Oh, ik ben al op 3/4, joh. Lumos! Geen stress, bakofles. Hallo. Nana zou trots op je zijn. Lumos! Nou, dankjewel, dat is fijn. Kijk, ik heb de geesten verslagen. Hij wel. Ja. En jij toch ook? Dat is waar. Dus ik pak hier wel lekker dit poepoentaartje mee. Oh, Kate Koek ook goed als het maar helft terugbrengt. Wat? Er lag dan nog een kist. Dan is het daar mooi donker. Ja. Een uitdagingsschild. Oh, het is daar mooi donker. Het is, Nu moet ik wel zeggen, net had ik een andere ingang geopend, maar ik weet niet zo goed waar dat naartoe is. Nou, ik moet die kant nog op, ik zal eens kijken. Oh. Begin lekker, ik val meteen een gat in. Ah, wacht. Ja, ik wil zeggen, die was volgens mij hier bij de andere uitdagingsschild, ja. Ja, daar heb ik die kaart gevonden. Oh. Dus ja, ik loop nou die andere kamer in. Ik moet hem trouwens duwen. Een pompoentaartje. Kom op, Harry, duwen. Dit is je moment om Milan te kunnen inhalen. Nee, leave me alone. Een tovenaarskaart. Oh, dat is voor de... Echt, jongen. Oh, daar... Nee, je hebt allebei de doorgangen wel nodig. Oké. Nee, want die andere was voor die andere deur en die andere was voor als je wil oversteken. Tosti. Zo, en toen liepen we weer ongeveer gelijk, Milan. Ja. Beetje jammer dit. Ja. Nou ja, we spelen het voor de fun. Ja, dat absoluut, hè. Behalve als Quinn dan niet. Hé, hey, dan heb je een gargoyle. Die zit ook in de eerste, even in de computergames. Jazeker. Ja, alleen hier heb je die niet zoveel. Hier hebben ze wel een andere betekenis. Er komen de platformpjes zeker. Yep. Oh, ja. Ik zit op jouw scherm te kijken, ja. Je hebt hele mooie platformpjes. Ja, weet je wat mooi is? We zijn al bijna klaar hier. Mooi. Ik ga dan wel even kijken wat hier te vinden is. Maar in deel... In deel 1 op de computer heb je ook platformpjes bij Lumos, hè? Alleen in de nieuwere niet. Nee, klopt. Of in de deel 2 en deel 3 niet. Je hebt Lumos dan nog wel. Ja. Een uitdagingsschild. Een uitdagingsschild. En ketelkoek. Lekkering. Harry, doorlopen, dit is je moment, joh. Ga, gassen! Zo raar dat je zo geen deur kan openen, hè, maat. Maat, ik ben gewoon naar beneden gevallen. Ik zag het. Nog een keer. Ja. Nee, ik wil zeggen, gelukkig hou je alles. Oh, ik ook.
De camera is zo zwaar naar. Daar word je echt gewoon heel erg opgefokt van. Tenminste, ik wel. Ja, jij niet alleen. Ik wil zeggen, jij niet alleen. Lekker. Een uitdagingsschild. En dan gaan we maar door een kruipruimte heen. Een uitdagingsschild. Oké, waar ben ik? Waar ben ik? Waar hebben ze me naartoe gebracht? Professor, waar ben ik? Help! Oh! Dit is hij. Ik heb de les verlaten. Lumos! Ik ben klaar met het leren van Lumos. Lekker. Nice. Nicing on the cake. Zeker. Een bee! Ja, je mist nog twee uitdagingsschilden, maar volgens mij heb je daar allebei Defender voor nodig. Ja, klopt. Maar dat is het voordeel. Als je die pakt, kan je cijfer gewoon nog veranderd worden ook. Volgens mij hebben we nou vliegles. Geef je een B. Dat was het voor vandaag. Jullie kunnen gaan. Tenminste, dat denk ik. Oké. Dus zal de controls ook super fijn van zijn, denk ik. Ja, ik denk het. Volgens mij is het hetzelfde als op WK's werkbal. Echt? Volgens mij wel. Dan valt het wel mee. Oké, Hemelin, waar moet ik heen? Nou, ik heb geen idee wat ik er doen moet, want ik zat te... Oh. Ik loop letterlijk, het lokaal uit zit één stap, we hebben vliegles. Ik zit het hele ding rond te kijken, komt Ron aan, we hebben vliegles. Ron weet alles, hè? Ja, het enige jammer is alleen dat je na die vliegles nog geen bezem tot je beschikking hebt. Ach ja, poep gebeurt. Ja joh, ik kan in ieder geval alvast leren vliegen. Ik hoop alleen wel dat je geduld hebt, want die trappen zijn nog boven. Ik vind ook dat het lang duurt voordat, voordat je die deuren kan openen. Ja, er zit ook wel een flink tijdverschil tussen voordat er een deurtje open gaat. Terwijl je een Hogwarts Legacy duwt die deur gewoon open. Ja, ja, joh. En anders dan Bombarda hier is er wel open. Ja, daarom, joh. Je breekt, je krijgt ze voorlopig binnen een paar seconden. Zo, ik ga naar het Zwijnstijdterrein, hè. Doe jij dat maar eens. Wacht, Ron, waar is... Oh ja, deze kant op. Oh, ik wil zeggen, maar ik vind het wel fijn dat je hier... In deze game heb ik ook echt gewoon een buitenterrein. Wat zit hier trouwens? Niks, oké. Ik ben er, madame Hoog. I am ready to learn how I believe I can fly. And do you believe that you can fly? Ja, zodra ik de bezem vast heb wel. Weet je dat ik hier ben geweest? Wel? Echt, bij dit kasteel, ja. En het ziet er ook echt zo uit. Dat is echt waar. Oh, dat is wel gaaf. Ja. Nee, ik ben er nog nooit geweest. Welkom bij jullie eerste vliegles. Nou, waar wachten jullie? Oh, we mogen parcours vliegen, oké. Hey Rusty, kan jij vliegen? Ik hoop het. Je ziet hier een parcours met... Oh, het zijn omgekeerde controls. Omlaag is omhoog en omhoog is omlaag. Zoveel mogelijk vliegen. Klaar om te beginnen, Potter? Start. Ik kan toch niet vliegen, joh. Nee, dat blijft. Oh, oké, dat was snel. Hoe goed ik het parcours kan afleggen? Jij wil dat ik een heel parcours ga afleggen? Mens, je weet tegen wie het hebt, hè? Harry freaking Potter. Ik zei, die kan niet vliegen, ondanks dat hij wel zoeken hoort, maar toch, hij kan niet vliegen. En hoe ver je komt. Ja, dat kan me niet boeien, professor. Oh, ze veranderen nou ook nog van kleur ook nog, wat mooi. Je hebt een ring gemist. Ik heb een ring gemist, boeien. Ja, ik moet zeggen.
Ik heb wel een goed cijfer. Dat ik een ring mis, weet je, dat maakt me niet uit. Oh, ze worden nou rood. Oké, we gaan van rood naar... Heb ik er weer eentje gemist? We hebben weer eentje gemist. Jongen, jongen, wat een ellende. Ja, professor, ik snap het. Maar maak ze dat niet expres kleiner. Je hebt er een paar gemist, Potter. Je mag er nu niet veel meer missen, Potter. Nou, ik ben klaar. Weet jij wat voor cijfer een onderscheiding is? Je hebt er een paar gemist, Potter. Nee. Oh. Een uitmuntende demonstratie. Ha, ik had er één uitmuntende demonstratie. En daarom, en het hoogste beoordeling is een onderscheiding. Met vliegen moet je hierheen komen, meneer Potter. Ik had één ring meer. Hoe durf je? Ja, hoe durf je die ene ring wel te pakken, hè? Echt hoor. Goed gedaan. Oh, nou, kom je, nou krijg je echt Jackass te zien. Flubbermans. Ja, dat is maar kort vergeleken met de film. Ja. Yeah. Meneer Lubbermans. Oh jee. The Remember All. Sta maar voorzichtig op, hè. Doe maar. Niemand verroert een vin terwijl ik deze jongen naar de ziekenzaal breng. Kom maar, jong. Oh, hoe durf je? Zag je zijn gezicht? De auto te stelen? Als die vetklompje gekeken, had hij zich misschien herinnerd... Is gewoon, dus hij wordt gewoon agressief. Oh, natuurlijk, nou komt dit. Ik denk dat ik hem voor Lubbermans verstop. Wat dacht je van... En Milan, succes, je mag nou achter Draco aanvliegen. Beetje te horen, je? Geef hier, man. Hier komen, lafaard. Jongen, ik zit vlak achter je. Waar wacht je op, Potter? Geef maar gewoon op als je bang bent. Oef. Jongen, ik zit echt in je nek. Ben je moeilijk, hè, vliegen? Ik zit trouwens echt flippendo te spammen bij het leven. Kan je proberen, maar dat doet niks. Nee. Ai, ai, ai. Wat is het, Potter? Kun je me niet bijhouden? Het kan goed zijn dat de wekker zo gaat. Oh ja, nee, dat. Ja, ik denk over een minuut of anderhalf. Oh, kom hier met je grote mond! Is dit gewoon het set, hoe lang dit duurt, of? Nee, je moet hem echt gewoon pakken. Je moet hem eigenlijk een beetje proberen af te snijden. Oh ja. Oh. Milan, we kunnen onszelf niet verdedigen, we gaan duelleren. Oh jee. Vannacht naar de vierde verdieping. Bent, Potter. Ja. Ik krijg jou nog wel. Wat dacht je van vanavond? Een tovenaarsduel. Zo, en daar is Hedwig. Een tovenaarsduel gehoord? Natuurlijk wel. Ik ben zijn secondant. Hoi Hedwig. Kom vannacht naar de vierde verdieping. Alleen stokken. Geen lichamelijk contact. Oh. Hagrid is vast in zijn huisje. Ja, volg mij. Beste Harry, heb je zo... Nou, gezellig even op de thee bij Hagrid. Wel ja. Ik wil alles weten over je eerste dag, Hagrid. Hagrid is zo, Ron, die hebt een goed peest erin zitten. Volg me. Hey, Heffy! Lekker, Ronald. Ja. Ja, ik wil zeggen, als Ron te snel gooien gaat, kan je Heffy nog altijd volgen. Ron doet mee aan een hardloopwedstrijd. Ja, ik denk het.
Dit is over, stop. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.